Terug naar onze rubriek Starter in de Kijker. En wij zijn richting Westkapel gekomen bij dierenarts Ilse Kerkhof. Inderdaad, Starter in de Kijker. Hoe lang ben jij gestart, Ilse? Sinds een maand of twee. Nu 1 oktober ben ik hier gestart. En waarom heb jij voor Westkapel gekozen? Wel, dat was een heel evidente keuze, want dit is eigenlijk het ouderlijk huis. Dit was vroeger het hondenkapsalon van mijn mama. Maar die is in maart overleden. En mijn mama wilde vroeger heel graag dierenarts worden. En op die manier maak ik toch een beetje haar droom waar. Hoe ben je er zelf toe gekomen dan? Om wat je net zei? Ja, natuurlijk dierenarts worden, dat daar niets mee te maken uiteraard. Ik heb altijd eerst in grote praktijken gewerkt. Veel ervaring opgedaan. En dan was dat eigenlijk een snelle beslissing. Eenmaal mama gestorven was, stond het hier leeg. En dan zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat zonde was. En dan zijn we hier eigenlijk gestart met de verbouwingen. En die zijn redelijk vlot gegaan. En 1 oktober ben ik dan inderdaad gestart. Dierenarts kleine huisdieren, zie ik. Wat wil dat zeggen? Mag ik met mijn schildpad komen? Schildpad is bijzondere huisdieren. Dat is niet echt mijn vakgebied. Honden, katten, konijnen, fretjes, ratjes, hamsters. Al die dingen, noem maar op. Alles kleiner dan een hond. Maar dan, vogels, reptielen, dat doe ik niet. Dat zijn dan de bijzondere huisdieren. En wat is er dan zo bijzonder aan? Is dat dan een specialiteit? Vogels, papegaaien en al die toestanden? Deels wel. Eigenlijk tijdens de opleiding zelf zien we daar niet zo heel veel van tijdens de opleiding. Dus dat is iets wat je gaandeweg ofwel in de praktijk leert of door nog extra bijscholingen te volgen. Maar mijn interesse ligt eigenlijk niet echt daar, waardoor ik niet zo heel veel bijscholing daarover gevolgd heb. Dus dan denk ik doe wat ik graag doe en de rest laat ik aan iemand anders over. Oké, wanneer kan men terecht? Of is het de bedoeling om eerst even een belletje te geven? Of kan men zo naar de raadpleging komen? Het is eigenlijk, dat was sowieso de bedoeling, maar met de corona denk ik eigenlijk dat overal zo is. Is het sowieso op afspraak wel, de consultaties. Er zijn dagelijks, kan dagelijks terecht, maar op afspraak. Zodat er niet verschillende mensen samen in de wachtzaal zitten. Zo hoeven ze ook niet te wachten. Zo is er ook geen stress voor de dieren die elkaar niet kennen, die samen in de wachtzaal zitten. Dus op die manier is het eigenlijk altijd op afspraak. Zou ik ook nog een telefoonnummertje meegeven, hè? Dat is 050-62-15-250. Ofwel kan dat ook online op www.dierenartsilse.be. Voilà, heel veel succes gewenst. Dankjewel.